Ja, we zijn hier bij Rotterdam, in Rotterdam-West bij House Stand, waar ik als clubkadercoach volleybal voor Rotterdam Sportsupport aan de slag ben. En we zijn bij het stukje aangekomen waar ik Kees van der Schoor, mijn beoogde opvolger voor trainersbegeleiding, een paar vragen ga stellen. Dus, 1. Wat heb je zien veranderen op de club in de tijd dat ik hier als clubkadercoach aan de slag ben? Het heeft een goede impuls gegeven door iets van buiten wat energie toe te voegen aan de vereniging. Wat er tot nu toe gebeurde was, ja, het kwam toch steeds op dezelfde mensen terecht. En door jouw impuls heeft er gewoon een soort nieuwe elan, lijkt het bijna wel. Dus er is wel degelijk iets veranderd, positief. Ja. Fijn om te horen van mij ook. Ja. Dankjewel. Ja. Wat is het leukste aan het zijn van clubkadercoach? Dat ik met mensen die een hart hebben voor de sport mag werken. En die het doen omdat ze het leuk vinden. Die het doen omdat ze van de vereniging houden. Die het doen omdat ze iets willen leren, dan wel van mij of van elkaar. En iets door willen geven aan de jeugd. En dat allemaal vanuit hart voor de sport, dat vind ik heel leuk. Ja. Heel mooi. Ja. Waarom is goede trainersbegeleiding volgens jou echt belangrijk? Ik kan uit ervaring spreken dat een jaar of 14 geleden, 15 geleden, toen ik zelf trainer werd, werd je gewoon in het diepe gegooid. En goed, dat is een methode, maar we zitten gewoon met een altijd heel erg groot tekort aan kader, aan trainers met name. Dus we proberen te recruteren uit een groep. Sommige mensen hebben gewoon wat meer begeleiding nodig. Een cursus volgen is één ding, maar dat in de praktijk brengen als je eigenlijk nog nooit voor een groep gestaan hebt, is heel erg lastig. Dus vandaar dat begeleiden. Wat is het moeilijkste aan het zijn van clubkadercoach? Dat het heel erg aftasten is altijd. Qua tijdsindeling, ik wil niet te veel druk leggen op mensen die toch op vrijwillige basis bezig zijn met de sport. Dus het is altijd een beetje afwegen. Hoeveel kan ik van iemand verwachten? En het meest uitdagende en ook eigenlijk wel het leukste is dat iedereen anders is. Dus dat ik voor iedereen ook zelf na moet denken. Hoe kan ik iemand in zijn kracht zetten? Hoe kan ik zorgen dat iemand het leuk blijft vinden om te ontwikkelen? En dat is een uitdaging en dat is soms moeilijk, maar ik hou er wel van. Ik vind dat wel leuk. Waarom is het zo leuk om mijn rol als clubkadercoach op de club straks over te nemen? Zoals je aan mijn grijze haren kan zien, behoor ik al wat meer tot de gevestigde orde in deze. En ik heb al heel veel functies gedaan binnen de vereniging. En wat ik heel erg graag wil, is dat er gewoon een jongere kaderkern gaat ontstaan. Ja. Maar ja, die moeten het ook allemaal zelf leren. En om te helpen, te ondersteunen, dat ze allemaal door diezelfde eigen leerfase heen moeten, is het juist prettig als ze begeleid worden op iemand met net wat meer ervaring. Dus ik sta op de achtergrond, één stap achter de mensen om ze inderdaad te ondersteunen en te begeleiden zodat dat traject gewoon sneller kan. Mooi dat je die rol pakt en die verantwoordelijkheid. Het is leuk om te doen. Goed zo. Mooi. Wat is de gouden tip die jij aan mij en vele andere toekomstige trainingsbegeleiders wil geven? Ik denk voor jou persoonlijk, ik weet dat je dat al doet, school bij, neem kennis in je op, technisch, didactisch, pedagogisch, voor de trainersbegeleider zelf. Ik denk dat je al echt op de goede weg bent, dus ik zou jou zelf niet een echte tip kunnen geven, maar voor anderen besef de impact die je hebt op beginnende trainers. Te zorgen dat ze het leuk blijven vinden om te sporten te geven, om te coachen. En dat ze niet na een jaar weggaan omdat ze het gevoel hebben dat ze niks aan de jeugd leren. Besef dat je daar veel impact op hebt. Heel mooi. Goed zo. Goeie afsluiting. Mooi.